gasten, Gamo's hier. Welkom bij de ziekste minigame ooit. Ik heb hier zoveel tijd in gestopt, dat is echt niet normaal. Maar hij is echt perfect geworden. En dit is allemaal begonnen met een idee van Maxime, die zei dit in de comment. Ik heb een minigame, doe een escape the prison in Brawl Stars. Jij mag zelf kiezen hoe je het doet. Lijkt zo dat Jorrit het ziet, Bowser Army. Dus hij had al een idee in mijn hoofd geplant. En toen ben ik gaan denken, hoe kan je dat doen? En ik heb een lijp idee gevonden. Echt niet normaal. Je hebt één Mortis, die begint in het midden. Dan heb je allemaal boels en elke boel heeft zijn eigen gebied. Een boel mag niet door de bosjes lopen en een Mortis moet dan door het hele parcours en dan vervolgens bij de teleport zien terechtkomen. En de bulls mogen dus de Mortis killen. Maar ze mogen de Mortis niet aanvallen in bosjes. Het is echt heel nice. Het is lastig, maar het is te doen. Ik laat het zo meteen al spelend ook zien. En oh, dit is echt heel ziek. We hebben net één oefenpotje gedaan. Het ging meteen al goed. Het was wat uitlegwerk. Het is een lastige minigame, maar hij is wel echt heel nice. Maar als jullie zin hebben in deze minigame, smash dat duimpje omhoog. 10.000 likes op deze minigame. Dat zou heel ziek zijn als het gaat lukken. Want je wil niet weten hoeveel tijd ik heb gestopt in deze map. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan. En misschien zien jullie het al. Ik heb een nieuwe mooie Bowser Army trui. Ik vind hem echt super vet. Hij staat nu online. Het is wel een iets duurdere trui. Qua bedrukking was hij erg duur. Dus dan gaat de kosten natuurlijk wat omhoog. En het is ook echt zieke stof. Het is een andere soort stof dan normaal. Qua bedrukking kon het niet op een normale trui. Dus het is een iets duurdere trui, maar hij is heel vet. En in de muts heb je aan de ene kant paars en aan de andere kant blauw. De Bowser Army kleuren. Ik vind hem heel nice. Maar ik ben ready, dus we kunnen in principe wel beginnen. Ze zijn nog volop bezig. Code Bows. Code Bows. Bows. Ben ik ook ineens. Gebruik natuurlijk de code Bows. Maar ik ben ready, dan kunnen we beginnen. En als we het potje beginnen, dan zie ik jullie weer. Oké, daar gaan we dan. Het enige nadeel van deze minigame is wel dat ik niet in het midden kan spawnen als moord. Lol. Ik spawn gewoon perfect in het midden. Dat heb je af en toe, dat je zeg maar niet in het midden spawnt. Maar je hebt hier dus allemaal bulls die gaan verdedigen. En ik moet er dan langskomen. Kijk, je hebt daar dus een bull die niet echt oplet. En ik kan hier nu dus bovenlangs, maar ik kan ook kiezen om de andere kant langs te gaan. Ze denken dat ik daar nu links ben, maar ik ga stiekem de rechterkant langs. Waar is hier? Oké, ik ga hier zo langs. Oké, top. Nu mag hij mij dus niet meer aanvallen. Hij mag me niet aanvallen door de bosjes. Hoe gaan we dit doen? Oké, nee, ik durf hier nu niet langs. Dit is lastig, dit is lastig. Oké, ik ga eventjes hier langs. Shadows die loopt daaronder. Maar zeg maar, oké, ik ga even hierheen. Oké, top, dan heb ik deze gehad. En dan ga ik hier nu langs, rennen, rennen, rennen. En daar zijn dus bulls. Officieel mogen ze dus mij niet aanvallen. Heroi, wat gaat die doen? Ik moet even uitkijken en dan kan ik hier nu langs. Ja, ik heb het gehad. GG's. En op die manier werkt het dus. Het is haalbaar, het is te doen. En dus op die manier werkt deze minigame. Ik vind hem heel nice. Je kan hem natuurlijk nog moeilijker maken of makkelijker, hoe je het ook wil noemen. Maar ik vind hem echt heel ziek. Misschien moet ik de andere gadget selecteren. Want nu was het wel makkelijk omdat je zo'n extra grote jump kon maken. Maar we doen het nog één keertje en dan met de andere. Oh, sterrenkracht bedoel ik. Met andere sterrenkracht. En dan mag iemand anders moois wezen. Oké, dan gaan we dan. Ja, het was net dus ook pure toeval dat ik in het midden spawnde. Maar Heroi die staat nu in het midden. Die moet dus hierheen. Waar is Heroi? Heroi die moet hierheen. Daar, hierheen. Hier moet Heroi heen. Ja, oké, hij heeft me gezien. Dus dan ga ik hierheen. En dan gaan we beginnen in het midden. Dus dat moet je doen aan het begin van de minigame normaal. Let's go! Oké, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we. Arnold, kon hij mij zien lopen? Ik ga nu even hier langs. Oké, top. Hij weet nu niet waar ik zit. Oké, dat is mooi. Ik ga nu even via de andere kant. Het kan dus via beide kanten. Heroi die loopt daaronder. We kunnen even hier langs. Oké, ik ga even hierheen. Dan kan ik op die manier kan ik er ook langs. Ik kan hier. Kijk, Bloody Flame. Die kan me nu niks. Hij had hier kunnen lopen, maar nu kan hij niet zoveel. Oké. We gaan dus echt een totaal andere route. We kunnen hier even langs. Maar ik durf nu niet zoveel. Ja, dit is wel een iets lastige route als via de andere kant. Want ik zit nu een beetje opgesloten hier tussen de bulls. Dus ik moet nu eventjes iets anders verzinnen. Ik moet even naar Luke en dan doe ik een schijnbeweging. Ah! Hoe gaan we dit doen? Oké, shit. Ah!
Nog maar net overleefd. Oké, hoe gaan we dit nu doen? Luc zit daar. We kunnen even hier naar onder. En dan hier lopen. Ah, ik ga dood. Helaas. Oké, nu heb ik het niet gehad. Het was een wat lastige route. Maar dat betekent dat Luc nu zo meteen mortis mag zijn. Via rechts is dus net iets makkelijker. Het kan trouwens via beide kanten. Maar je moet gewoon net mazzel hebben waar de boels lopen. Hoe ze staan. Dat moet je natuurlijk een beetje geluk mee hebben. Maar Luc mag nu. En dan ga ik nu de boel wezen. Eén van de boels natuurlijk. Met gouden boel. Ik zal het even zeggen. Oké, ik ben benieuwd of ik de mortis nu ga tegenkomen. Oké, ik zit op een redelijk goede positie om zeg maar te beveiligen. Oké, mortis moet dus eerst naar het midden. Die is nu gereld. Oké, en dan kan hij nu beginnen. Zilveren mortis op één. Oh, Mribo, YouTube, die gaat helemaal gek. Let's go. Ik heb alleen geen idee waar die is. Jongens, jullie moeten wel opletten. Jullie moeten opletten waar de mortis komt. Want ik heb geen idee, maar ik moet eigenlijk een beetje hier blijven. Nou, als ik hier sta, dan kan ik hem ook zien aankomen. Mocht hij bijvoorbeeld hier langs gaan, dan weet ik dat hij komt. Maar ik denk dat hij via de rechterkant gaat. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik weet niet precies waar Mortis nu is. Het is wel grappig dat je nu je eigen stukje beveiliger hebt. En daarom was het ook zoveel werk om deze map te maken. Omdat je zeg maar gewoon allemaal stukjes moet hebben voor de boel. En dan moet het ook nog wel realistisch zijn. Oh, Mimo, als die ietsjes sneller was geweest, had hij het misschien kunnen halen. Oké, maar Luc heeft het gehad. Dus GG's naar Luc. Ik stond nu op een positie dat ik eigenlijk niks kon. Maar ik zie jullie weer bij een volgende potje. En trouwens, mochten jullie afvragen wat hier nou op staat, ja, ik denk dat jullie wel hebben gezien. Er staat Bowser's Army op. Alleen, ja, jullie zien het niet helemaal, omdat ik niet helemaal in het scherm zit. Maar ik zit hier mooi rechts. Dan ben ik benieuwd of die Mortis hier naartoe komt. Ik heb geen idee waar die Mortis nu is. Ik denk dat hij nu naar het midden aan het lopen is. Ga ik vanuit. Oké, Iroi. Oh, er worden wel rare gezichtjes getrokken. Dus misschien dat die Mortis niet helemaal... Oké, Mortis is nu in het midden. Oké, dan kunnen we beginnen. Let's go. Ik wil eigenlijk in het liefst wil ik als boel een beetje in het midden zitten. Want mocht Mortis hier niet langskomen, dan kan ik natuurlijk... Of dan kan... Ja, dan kan ik niet zoveel doen om te verdedigen. Oké, inderdaad, Shadows heeft het gehaald. Ik heb het niet precies gezien hoe hij het heeft gedaan, maar hij heeft het gehaald. Dus dikke GG's naar Shadows! Oké, dan ben ik benieuwd of de volgende het ook kan halen. Nieuwe ronde, nieuwe kans. Kijk, dit is een perfect plekje. Dit vind ik nice om te staan. Iroi die staat rechts buiten. Daar moet Shadows heen. Ja, Iroi is hier. Daar zo moet Shadows heen. Oké, top! Dan staat Shadows daar en dan kunnen we nu beginnen. Kijk, dit vind ik een leuk plekje. Dan kan ik een beetje zien waar Iroi heen gaat. Wat zijn idee is. En ik moet die natuurlijk een beetje verdedigen. Mocht hij hier langskomen, moet ik natuurlijk kijken of ik hem kan killen. Oh, oké. Okay. Oh, shit. Oké, okay, hij is er al langs. Oké, Iroi die staat dus nu daarboven. Arnold, ja, ik denk dat hij via rechts gaat. Arnold, die kan beter wat naar achteren staan. Ik weet niet precies helemaal waar Iroi nu is. Oh ja, hij gaat daar inderdaad rechts langs. Arnold, ik zei het nog, je moest iets naar achteren. Dan had hij hem daar misschien kunnen hebben. Maar ik denk dat Iroi het nu wel gaat halen. Want via de rechterkant is het wel vrij makkelijk. En helemaal op het eind, dan is het nog erg moeilijk om te verdedigen. Maar ik vind het wel echt een superleuke minigame om eerlijk te zijn. Oei, Iroi die zit nu hier zo. En nu is hij wel een beetje opgesloten. Hij moet nu risico's gaan nemen. Hij gaat sowieso niet nabij. Maar Arnold die staat daar. Luc die staat erboven. Dus ik denk, ja, ik wou net zeggen. Hij kan het best gewoon 3 hits naar beneden doen. En dan vanuit de bosjes daar zo proberen bij de teleport te komen. Want om dan in één keer die bocht te maken. Ja, dan ga je sowieso dood. Aangezien Luc daar stond. Dus dan wordt het wel erg moeilijk. En Iroi heeft het gehad. Hij had nog niet volledige levens. Maar het is hem gelukt. De meesten hebben het tot nu toe gehad. Ik ben zelf 1 keer afgegaan. Maar ik ben benieuwd of de rest het ook gaat halen. Dan gaan we achterkomen. We hebben zo meteen weer een nieuwe iemand. Praxan is de volgende. En die begint ook gewoon... Oh nee, ik begin in het midden. Dan moet ik naar de locatie gaan waar Praxan is. Waar is die? Praxan die staat daar rechtsonder. Oké, ik zag hem daar lopen. Dus dan moet ik daar zo heen. Doei doei! Volgens mij kwam hij hier vandaan. Dit is wel een van... Ja, hij kwam hier vandaan. Dit is wel een van de belangrijke gebieden. Want ik was net hier... En er waren gewoon... Ja, de meeste potjes worden via deze kant gewonnen. Je kan ook via links. Maar dat is de extreme route. Dat is de moeilijke route. Via rechts is het net wat makkelijker. En inderdaad loopt hij hier langs. Nee, Mimo. Wat doe je? Hij kan nu gewoon onderlangs. Snel naar onder. Oké, ik blijf hier zo staan. Ja, hij moet daar zo staan. Inderdaad, zorgen dat je een beetje de beide wegen de weg verspert. Praxan die loopt daar nu langs. Ja, kijk, dat bedoel ik. En hij moet wel tempo maken. Want op het moment dat je zeg maar te lang over doet, dan ga je af.
Ja, Mibro die doet het goed. En ik heb ervoor gezorgd dat je zeg maar bij elke plek meerdere plekken hebt om eruit te gaan. Hij moet eigenlijk gewoon in één keer gaan en dan er doorheen. En gewoon scheid hebben. Ja, oké. Okay. Hij was nu eigenlijk al in de bosjes. Dus ik... Er was twijfelachtig, Hij is uiteindelijk wel gekild, dus hij heeft het niet gehaald. Maar je moet inderdaad gewoon de juiste keuze maken en meteen volop ervoor gaan. Eigenlijk niet twijfelen, want op het moment dat je gaat twijfelen, dan zit je op een duur, kan je opgesloten raken. Maar je hebt zoveel mogelijkheden om op deze manier zieke minigames te doen. Het nadeel is wel dat het mega moeilijk is om een perfecte map hiervoor te maken. Dit was al niet normaal voor werk, maar je kan hier echt zieke maps mee maken. Maar we gaan nog een paar potjes doen. Bloody Flames is nu de volgende. Oké, waar sta ik nu? Ja, dit is de perfecte positie. Dit is de belangrijkste positie als bull zijnde. Ik wil eigenlijk een beetje in de gaten krijgen waar Mortis heen gaat, via rechts of links. Dus dat wil ik een beetje weten. Dus ik blijf hier een beetje vooraan staan. En dan moet ik het weten. Oké, hij begint in het midden. Dus succes. Oké, dit is wel een hele belangrijke plek. Want ik kan ervoor zorgen dat hij het wel of niet gaat halen. Hij moet hier langs. Alleen, hij gaat... Oké, hij komt via rechts. Oké, dan weet ik dat. Shadows, die gaat daar nu alvast via een kant staan. Maar dan zou hij eventueel daar omheen kunnen gaan. Arnold, wat doet die Arnold? Dat was niet heel slim. Als die nou via... Hij moet die rechter nemen. Als hij die rechter nu neemt, dan staat Arnold helemaal niet goed. En dan kan hij zo via die bosjes gaan. Oké, Shadows. Hij was bijna dood. Hij moet nu langs de boel. Daarom vind ik het chill om via rechts te gaan. Dit is gewoon eentje waar je nog net wat meer risico moet nemen. Oké, hij moet er zo meteen nog rijden. Hij moet langs eentje gaan. En op het moment dat hij dat doet, dan gaat hij waarschijnlijk wel. Ja, inderdaad. Yay! Hij is gekild. Kijk, en daarom vind ik persoonlijk chiller om dan via rechts te gaan. En dan via boven. Je moet eigenlijk ervoor zorgen dat je boven terechtkomt. Op het moment dat je boven bent, dan heb je twee keuzes. En dan is het makkelijker. Dan kan je de boel ontwijken. Maar nu wordt het bijna onmogelijk om die beveiligende boel, zeg maar, te ontwijken. Dus dat wel, hij zat behoorlijk klem, om eerlijk te zijn. Maar we gaan lekker door. Arnold mag nu de moord zijn. En ik vind het persoonlijk wel leuk om iedereen één kans te geven om dit te halen. En ik sta weer op de belangrijkste positie. Maar ik geef iedereen dus één kans. Dus we hebben hierna nog 3 potjes. Dit is, ja, omdat we in totaal 10 spelers hebben. Dat vond ik wel leuk. Want anders moet ik weer iemand teleurstellen. Dus het wordt een iets langere video dan normaal. Maar ik zie jullie zo meteen weer als de Mortis hier is. Want ik heb nu geen idee waar de Mortis nu is. Oké, ik zie Arnold daar lopen. Als hij slim is, gaat hij nu via rechts. Als hij slim is, gaat hij rechts voordat Bloody Flames daar langs gaat. Bloody Flames doet dit eigenlijk ook wel slim. Die zit gewoon de uitgang te bewaken. Dat kan natuurlijk ook. Eigenlijk zou je dit soort maps moeten maken. Dat deed Arnold echt goed. Oké, dit is balen. Hij moet dus... Ik zie hem daar lopen. Maar ik zie hem niet als hij daar achterlangs loopt. Dus dit is een beetje balen. Oké, wat doet hij? No, Arnold, wat doe je? Hij deed een omweg. Oké, hij gaat nu weer omhoog. Kijk, dit is nog te halen. Maar nu moet hij zo meteen die jump maken. Oké, we kunnen hem nu hebben. Of gaat hij nog halen? Hij gaat het halen. Wat een game. GG's de Arnold. Dat was wel heel diep gedaan. Ik dacht echt dat hij het niet meer zou halen. Maar ik zie jullie weer bij het volgende potje. No, dit is echt niet normaal. Ik spouw gewoon 3 keer achter elkaar op dezelfde plek. En ik vind dit persoonlijk de leukste plek. Want dit is een plek waar je de beslissing moet nemen, ja of nee. Dus ik vind dit wel echt geweldig. Oké, maar ik zie jullie weer zo meteen als de Mortis hier in de buurt is. Nou, ik weet niet waar de Mortis nu mee bezig is, maar hij duurt er behoorlijk lang over. Ik zag hem net rechtsboven, zag ik hem lopen. Maar ja, het gif wordt natuurlijk steeds kleiner, dus zo meteen moet hij weg. Als hij gewoon meteen door was gelopen, had hij het makkelijk kunnen halen. Maar op deze... hij gaat het nu nooit meer halen. Oh, no! Huh? Wat? No way! Ziek! Ik ben helemaal van in de war. Hij was eventjes rechts. Hij is helemaal via de linkerkant gegaan. GG's naar Luc. Dat kan dus ook. Hij was dus helemaal rechts. Hij zat in die rechte bosjes, want ik zag een keer een glimp van hem rechts. En hij is dus op de een of andere manier weer teruggelopen en is via de andere kant gegaan. Waardoor ik puur gefocust was aan die andere kant. En ik hem helemaal niet meer door heb gehad. Ziek gedaan van Luc. We doen nog 2 potjes en dat worden de laatste 2 potjes. Oké, ik heb eindelijk een keer een plek waarin ik niet in het midden sta. Oké, dat scheelt. Maar ik heb wel een belangrijke plek voor in het begin. Ja, hij moet dus keuze maken. Waarschijnlijk gaat hij hier langs. Ik wil eigenlijk weten waar hij langs loopt.
Of gaat hij bovenlangs? Ik weet niet zo goed. Ik wil het hier bewaken. Oh, no! Oh, hij ging hier inderdaad langs. Oké, ik ben benieuwd waar hij nu naartoe loopt. Ik kan natuurlijk door één bosje kijken. Maar als hij door dat achterste bosje kijkt... Oh, shit. Oh, hij is gewoon weer teruggegaan. Hij is gewoon weer teruggegaan. Oké, dat is niet het slimste als je het mij vraagt. Maar ik zie hem dus nu niet. Oh, daar is hij. Oh, hij is nu via links. Hij zit hier zo. Hij zit hier zo. Hij moet al zo meteen langs Iroh. Hij loopt nu langs boven. Zou die hier langs gaan? Ik denk het wel, ik denk het wel. Maar dan weet ik niet zeker. Ah, yo! Bro, je moet ondertussen wel naar beneden. Hij gaat het zo nooit halen. Hij zo loopt keihard te trollen. Maar op het moment dat hij hier zo langs blijft gaan... Oeh, hij gaat nu wel een andere weg. Dan gaat het hem nooit lukken. Oké, Luke, hij zit nu hier zo. Hij kan... Via rechts kan hij langs Shadows. Als hij dat doet. Dat is de beste weg. Oh, hij gaat terug, hij gaat terug. Zo is diegene net dus ook teruggegaan. Ik zag hem en toen in één keer... Ah, yo, wat doet hij allemaal? Oh, hij was bijna dood alweer. Gaat hij nu door? Is hij nu doorgegaan? Of zit hij hier nu? Zit hij hier nu in de bosjes? Ik heb geen idee eigenlijk. Of heeft hij het nu wel gehad? Ik heb geen idee waar hij zit. Oh nee, hij moet er nog langs. Hij moet er nog langs. Hij is dood. Oké. Mibro of zo, die heeft het niet gehad. We hebben nog één potje en dan wordt het laatste potje. Oké, hier is hij dan. De laatste ronde. En ik heb op zich wel weer een leuke plek. Dit is wel leuk. Ik heb echt mazzel met de plekken waar ik spawn. Mortus. Oké, die moet... hier moet hij heen. Arnold. Ik zeg altijd verkeerd volgens mij. Die moet daar naar onder. Oké, dan gaan we nu beginnen. Uw dikke moeder, let's go! Ik ben benieuwd. Ik ga een beetje hier tussenin staan. Gewoon een beetje bij de kant. Oh, dat was niet de bedoeling. Oeps, je mag niet in de bosje schieten namelijk. Oké, daar ging die. Hij is nu via boven. En dan heeft hij een aantal routes wat hij kan nemen. Via boven heb je een enorm lange lijn. Dus dan kan je via rechts, je kan via links. Je kan helemaal teruglopen. En dat is het leuke via die kant. Maar je hebt natuurlijk hier ook verschillende wegen om te gaan. Ik ben benieuwd. Hij zit daar boven nu ergens. Of de laatste van vandaag hem kan halen. En uw dikke moeder is nu weer een stukje verder. En ik moet hier nu even verdedigen. Want dit is wel een belangrijke punt. Dit is een belangrijke punt. Ik zal een beetje... Weet je wat? Ik maak een schijnbeweging. Dan ga ik hier staan en dan gaat hij misschien weer de andere kant. Oké, Iroh die zat daar niet helemaal te verdedigen. Uw dikke moeder, hij gaat nu hier langs. Maar dan sluit hij zichzelf op. Dit is de plek waar je kan opsluiten. Hij had beter via rechts kunnen gaan. En dan proberen onderlangs te komen. Dan had hij veel meer kans gehad. Of hij gaat nu gewoon bam door Arnold heen en hopen dat hij overleeft. Maar ja, dat is natuurlijk een mega groot risico. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Ik ben benieuwd. Hij gaat inderdaad door Arnold heen, maar hij heeft het niet gehaald. Oké, uw dikke moeder heeft het niet gehaald. Ik vond het wel een geweldige minigame. Ik denk dat het leuk is om hier binnenkort meer variaties aan toe te brengen. En dat we gewoon meer van dit soort minigames gaan doen. Want ik vond het persoonlijk wel heel vet. Laat me weten in de comments wat jullie daarvan vinden. Maar dit was voor deze video. Wil jullie bedankt voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baasje. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!